dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar ze hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist was, was nabij de stad.